Hallo, ik ben Kurt van Brinkman. Ik sta op het park Meermond waar alles gemaaid is. En straks ook weer het maaiwerk afgevoerd, zodat de bloemenweides klaar zijn voor de volgende ronde. Dit is vlog 54. We hebben niet echt een hoofdthema. Het was wel een hele druk gevarieerde maand met mooie productieve bezigheden. Rond het fort in Hoofddorp hebben we ook een hele spannende actie gehad. We hebben heel veel distels en stenen uit de grond gehaald. En eigenlijk de tuin om het fort weer een beetje leven gegeven. En we hebben ongeveer 10 kuub compost uitgereden over de randen van de tuin. Was zwaar, maar heel leuk werk. En daar worden graszoden ingelegd om het fort ook een fijne plek te maken voor alle bezoekers die daar komen. Ja, we hebben gewiet, stenen geruimd, we hebben wat zichtlijnen opnieuw aangemaakt die door heel veel wildgroei uit het zicht waren geraakt. Dus ook dat komt het fort ten goede. Ja, een ander project was Houtwijkerveld. Bestaat deze maand 40 jaar en dat is de aanleiding voor een boekje van een van de bewoners van Houtwijkerveld. En dat was een feestelijke herdenking waardoor ons groen er ook goed uit moest zien. Dus er is gemaaid, gehooid, de amfibiepoel bij het veld is heel mooi opgeknapt. En die activiteit zorgde ervoor dat er weer een paar mensen zich hebben aangemeld om mee te helpen. Dan hebben we in het winkelcentrum van Hoofddorp het parkje. Heel jammer dat daar geen mensen waren die moeite wilden doen om het parkje mede te onderhouden. Dus jammer maar helaas, maar het wordt geruimd. En we hebben gelukkig nog wel een hoop van de planten kunnen redden. Dus die krijgen een nieuwe bestemming. In het park 2020 en de andere tuin is het volop oogsttijd. Dus doordat we de hekjes hebben gerepareerd tegen de konijnen, hebben we mega grote kolen en pompoenen. En het is de tijd voor de tomaten, heerlijke tomatillo's, okra's, prachtig, citroenkomkommers en eindeloos veel pompoenen en courgettes en nog veel meer. Het is een feest om in de tuinen te werken. In Park 2020 hebben we ook de natuurmuren klaargekregen, is prachtig geworden. En André Buikema, de manager van Park 2020, gaat met pensioen en daarom hebben we dat mooie parkje naar hem vernoemd. Hij heeft het ook geopend op 30 september en het is heel leuk ontvangen. Dus ga gerust even kijken. In september zijn alle bloemenweiden uitgebloeid en we doen elk jaar zo 2, 3, 4 rondes om ongewenste kruiden zoals distels handmatig eruit te halen. En een tractor die gaat maaien, die zou dan anders zorgen voor het verspreiden van het zaad. Dat willen we natuurlijk niet, dus we halen alles handmatig eruit. Zodat volgend jaar alle bloemen weer mooi kunnen bloeien. In Meermond hebben we naast het, waar ik nu sta, naast het moeras en de bramen, een nieuwe stappenroute door het moeras gemaakt. In aanvulling op het leuke heksenpad wat er al is. Een megaklus hebben we ook om de rhododendronvallei en de poel met een wilgetenenvlechtwand te voorzien. En daar kwamen echt hele indrukwekkende bramen bij tevoorschijn die wel 6 meter in alle richtingen groeien. Wat er ook nog is, dat we ook in de duurzame top 100 terecht zijn gekomen. We weten nog niet op welke plek we staan dit jaar. Vorig jaar op de 21ste plek en we hopen natuurlijk dat we dit jaar hoger uitkomen. En dat horen we op 8 oktober dit jaar. En last but not least, we hebben deze maand op basisschool het Kompas met 15 kinderen een zesdelig insectenhotelcursus gedaan. Heel erg leuk. De kinderen hebben een insectenhotel voor zichzelf gemaakt en voor de school. En zo leren kinderen meteen dat insecten nuttig zijn, belangrijk en niet eng. Bij deze weer een hartelijke uitnodiging om een keer te komen kijken. Kom wandelen, kom met je kinderen kijken. Of nog liever, kom gewoon met ons meedoen. We zijn een groep hele enthousiaste, leuke mensen die werken in de natuur en met de natuur vooral.
1, 2, 3, ja. Hallo, ik ben Petra en deze maand was een hele productieve, drukke, gevarieerde maand. Niet echt met een hoofdthema. En ik sta hier op Meermond en zoals je kunt zien is hier van alles gemaaid. De bloemenweide is gemaaid en hier, hier wordt straks ook alles weer afgevoerd en klaargemaakt voor de volgende ronde. We hebben ook als vervolg op de perenbomenactie een sneeuwballenactie gehad. Er was nog een kweker die ons... Even overnieuw. Okay. Het is niet gestructureerd. Als je eerst doet, we hebben niet één hoofdthema. Ja. Zeg even, ik ben Petra Brinkman. Ja. En ik sta hier op Meermond, okay. Waar net gooit is. En dan deze maand heeft niet... Nou, je wilt omdraaien. Ja, heeft okay. Niet één hoofdthema, want anders is het niet... En dan zeg je de perenactie. Oh ja. Ja? En dan... Anders zet ik dat er wel als tekstje onder. Oh, wacht, hij staat nog steeds op te nemen. Dat gooi ik er even af. Wacht even. Hij reageert niet echt op mijn. Hé,